aanrijding op een gevaarlijke locatie. Oh. Let op, let op, let op, let op. Oh shit. Zo dan. Oké, agenten hebben Rijkswaterstaat gevraagd. Bij een ernstig ongeval zou het dodelijk zijn. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 Ellis, jullie voor een morgen. En vandaag ga ik op pad met de Rijkswaterstaat, zoals jullie al aan de titel zagen. Uniform, SIS Games, gemaakt door SIS Games. Auto gemaakt door politie meneer, een super vette auto. Ik ga hem jullie zo meteen helemaal laten zien. Politie meneer, heel goed bezig met de mods. Ziet er allemaal super uit. We pakken vandaag deze, de linker. Nou, we krijgen ook politiemeldingen binnen, maar we nemen natuurlijk gewoon alleen de meldingen aan die van toepassing zijn voor Rijkswaterstaat. En ook komen er meldingen binnen die niet helemaal voor mij van toepassing zijn, maar we maken er het beste van. Ja, nu heb je een bord achter. En dan heb je nog oranje, want Rijkswaterstaat rijdt natuurlijk om met blauw. Voor de mensen die dat niet wisten, die hebben sinds kort ook blauw erop zitten. Sommige auto's, nog niet alle geloof ik, maar dus wel blauw erop. En die mogen dus ook met spoed rijden. En ja, natuurlijk zoals ze voorheen hadden, dus oranje. En dan hebben we ook nog een pijl. Maar die is bij mij gewoon zo fel dat je het nauwelijks ziet. Dit is een pijl naar rechts. En dit is een pijl naar links. Oké, dus nu hebben we alles. Laten we de straat op gaan. Ik zet hem in zijn... Dat ik zelf moet schakelen. En ik schakel hem meteen op naar 4. Nu zou je denken van, maar je kunt in het echt met een auto niet in zijn 4 wegrijden. Nee, dat klopt. Maar met deze wel. En dat is ook nog eens handig voor het rijden. Ik heb veel meer grip nu ik in zijn 4 rijd. Want kijk, in het normale, als je nu in zijn 4 staat... Ja, probeer maar eens met je eigen auto in zijn 4 weg te komen. Dat lukt gewoon niet. Maar met deze, en je hebt grip als je wegrijdt. Ja, en je komt gewoon weg. Dus dat is super handig. Dus daarom laat ik hem lekker in zijn 4 staan. En in alles dat we wat verder moeten gaan terug. Nou ja, ik ga niet hier de snelweg op. Ik pak hem hier de snelweg op. Kijk, nu verlies je grip. We gaan de snelweg natuurlijk op. Het bord kan normaal gesproken naar binnen klappen. In het echt, maar bij deze niet. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, vind ik. Nou, wat doet Rijkswaterstaat nou allemaal? Rijkswaterstaat is geloof ik, heeft als doel het... de doorstroom van verkeer zo goed en vlot mogelijk te laten gebeuren of zoiets. En veiligheid natuurlijk van de wegen en zo, denk ik. We zetten onze lichten maar even aan. Dus mocht je nou iets op de snelweg liggen of zo, of wat dan ook, ja, dan gaan wij natuurlijk dat voorkomen. Maar nu hebben we de eerste melding en dat gaat een prio 1 worden voor ons. Een ongeval. Dus de eerste prio 1 rit met de Rijkswaterstaat. Een aanrijding op een gevaarlijke locatie eventueel. Rijd niet recht door. Kunnen we dat bord straks weer op gaan ruimen. Stukje rijden, maar we zijn onderweg. Nou, eens kijken of we hier omhoog gaan komen. Ja, easy. Ik weet niet, dat ik in de ambu video, en dat heb ik in de vorige video ook al gezegd met de B-klasse, dat ik op zo'n heuvel daar gewoon helemaal vast zat terwijl hier een melding was en ik kwam gewoon niet omhoog. Maar toen had ik wel een tikkeltje erger de sneeuw ingesteld. Want ook zoals ik in de vorige video had gezegd, je hebt zeg maar meerdere dingen van snow and ice. Light snow, dan snow. Dan snow and ice. En dan alleen iced. En dat, ja, dat is dus iced. Ja, dan kom je hier niet omhoog. Dan slippen je banden zomaar. En ik zei hoe langzaam je rijdt. Maar nu hebben we snow. Dus het tweede.
De mod heet trouwens Snow Handling. En de mod voor de sneeuw op de straten is Christmas in singleplayer, geloof ik. Of ja. En het is echt gewoon puur één bestand in je hele GTA map slepen. En that's it. We zijn ter plaatse. Zetten we hem hier mooi neer. En dan nu zetten we natuurlijk de wielen helemaal zo. Waarom zou ik de wielen zo neerzetten? Als je het weet, laat het even in de reacties weten. En wie weet krijg jij een hartje van mij of zo, weet ik het. Dus ja, nu gaan wij... Kijk, de wielen draaien nu wel terug. Maar ik heb ze in ieder geval zo neergezet voor het gevoel. Nu gaan wij praten met de collega's. Hou er wel rekening mee tot ik dus nu eigenlijk een soort van politietaken uitvoer. Maar daar moeten we even doorheen kijken. Hallo. Hallo collega, kun je me een beetje vertellen wat hier is gebeurd? Ja, goeiedag agent, zegt hij dan. Toen ik hier ter plaatse kwam, zei het slachtoffer me dat de gas in de Sabre erg hard de weg afkwam en hem heeft geraakt. Hij ging hier de heuvel af, hij gleed hier de heuvel af. De verdachte stopte, maar het slachtoffer crashte tegen die boom aan. De rest heb ik niet kunnen lezen. Oké, bedankt. Bedankt. Wie kan ik het beste even spreken, denk je? Nou ja, zoals in meeste gevallen zou ik even met het slachtoffer gaan praten. En dan de verdachte. Het slachtoffer ligt achter de ambu. De verdachte staat nog steeds bij zijn auto. Oké, bedankt meneer. Goedemiddag meneer. Rijkswaterstaat. Hoe gaat het met u? Nou, niet heel, heel slecht agent. Ik bedoel, het had erger gekund. Gelukkig was de ambu hier... in een paar minuten. Kun je mij nog iets vertellen wat de ambulance broeder niet heeft verteld aan mij? Nee, de enige informatie die ik hem heb gegeven is... of de enige informatie die ik hem heb gegeven is echt de enige informatie die er is. Nou, oké. Bedankt meneer. Is die andere meneer disrespectful naar u geweest of wat dan ook? Nee, hij was eigenlijk heel erg schuldig. Hij voelde zich erg schuldig en voelde zich rot over de situatie. Hij heeft mij en de ambulance medewerkers heel aardig behandeld. Oké, bedankt meneer. Ga maar gewoon. Goedendag meneer. Hallo, hoe gaat het? Niet heel slecht agent. Ik moet doorgeven, ik reed te hard. Nu druk ik al heel snel op thee. Nou oké, ik ga daar verder niet over. Ik ga het allemaal even doorgeven aan de politiecollega's. Bla bla bla. Goed, nu gaat hij natuurlijk via de meldkamer politie dingen opvragen, maar dat wil ik allemaal niet. Dus ik laat hier even onder een prioriteit DOS. Het is een prioriteit 2'tje, een politie eenheid nog naartoe komen. Ja oké, okay. Dus wat wij dus eigenlijk niet horen te weten, het voertuig staat gestolen en zo. Maar wij gaan ons nu verder bezighouden met de weg. En dat doen wij door middel van, dat zijn de collega's. Die gaan hem niet aanhouden. Bij deze is hij aangehouden, et cetera. Hoi, ik zal je even kort brieven. Die meneer, waarschijnlijk, ja, dat. Pak hem maar gewoon. Wij gaan nu kijken of je schade is verder aan de weg. Nou, dat is gelukkig niet het geval. Die auto staat daaronder. Bij de boom. Deze is flink beschadigd. Deze gaan we laten afslepen. En dan gaan we die laten afslepen. Ik weet niet, dat is alsnog een taak voor de politie, geloof ik gewoon hoor. Maar, wij doen het gewoon lekker. Ah, deze is ook wel... Zijn er nog gevaarlijkheden bij de boom? Nee, die blijft gewoon zo staan denk ik. Hij heeft geluk gehad dat hij niet ver naar beneden ging. Kom je helemaal daaronder. Oh, daar gaat... ik wilde Wim zeggen, maar deze piepo. Ging die al bijna. Goed, we gaan op end drukken ofzo. Oké. Niet ergens in aanrijden alsjeblieft. Oh nee, ga er niet even af. Dan kan ik jou ook weer... Oh nee. Oh, nu gaat het fout. Daar ga je al. Goed. Even buiten het beeld om. En ik neem jullie daar wel gewoon mee. Ik ga hem arresteren, want zo is de melding afgerond. Nogmaals, hè.
voor degene die in de comments nu plaatst. Rijkswaterstaat mag niet arresteren. Ik zweer, ik haal je uit die computer en ik... Ja, oké. Dus voor nu verder. Ik laat zo... Ik zeg gewoon tegen de politie-eenheid nogmaals. Ik heb hier iemand die... ja, die heeft een gestolen voertuig worden begrepen. Die mogen jullie gaan aanhouden. En dan is het klaar. Dan ga ik hier nu wegrijden. Iedereen rijdt weg. De weg is bij deze vrijgegeven. En de marge C in dit geval lost het verder op. En door naar eventueel de volgende melding. We genieten nog even van het uitzicht over het sneeuwachtige Los Santos. En ja. We zullen de snelweg weer even op gaan zoeken. Ik weet dan niet. Ik denk dat Rijkswaterstaat vooral op de snelwegen rijdt. Ik weet bij mij in de buurt, en dat snap ik echt niet, er staan dus ook zo'n twee van zo'n pick-ups, hè, maar dat zijn geloof ik Isuki of zoiets. Zet dan een auto tegen een muur aan. Oh, hij glijdt gewoon door je. Oh ja, tuurlijk. Ik doe altijd één keer naar achter schakelen, omdat hem dan in neutraal staat. Maar ja, dat heeft nu dus geen zin. Goedendag dames. Auto kapot? Eens kijken. Hij klinkt niet helemaal lekker. Hebben jullie toevallig al takelwagen besteld? Ik neem aan dat u daarmee bent aan het appen. Nou goed, ze hebben een takelwagen besteld. Hij staat op een veilige locatie, vind ik. Wij staan nu namelijk hier op de stoep en hun in de berm. Dat betekent dat ik mij hier verder niet mee ga bemoeien. En dan gaan we lekker door. Ik kan hem trouwens ook eens een 5 zetten. Trouwens ook eens een 5 zetten, kom je even makkelijk weg. Ja, sure, achter mij. Zou het kunnen dat deze twee dames waren, oprecht? Een voertuig staat hier met pech ergens. We gaan een kijkje nemen of die midden op straat staat. Ik denk het wel. Ja, misschien tot we ook wel wat ANWB-taken natuurlijk over zitten te nemen. Hier is een gestolen voertuig. Een van de twee. Maar dat boeit niks. Daar zijn we niet voor. Oh, wacht eens even. Nou, hier staan die twee dames. Oh, nu zijn... Wow. Er zijn wel nog twee dames. Er zijn wel nog twee dames. Wat minder net gekleed en een wat andere auto. Wel nog steeds wit van. Pijl naar rechts en oranje staat aan en oh, let op. Oh shit. Zo dan. Goedendag. Hallo. Oh, we zitten er nog in. Handig. Nou, nu gaan we onze ANWB skills even showen. Ik ga eens even naar die motor kijken. Hij lijkt me sowieso tot die moet worden afgesleept, maar ik weet of die staat op een boompje. Struik. Ja, stap maar uit, pik. Hij rent ook heel snel weg. Maar goed, ik kan verder niet beoordelen of hij gestolen is ofzo. Daar ga ik allemaal niet over. Tot hij wegrent, niet mijn probleem. Voertuig gaat worden afgesleept op zijn kosten. Let alsjeblieft op. Ja, rijd dan door. Rijd door dan. Hup. Hoi. Ja maar. Rij je nou. Is dat ik fix kan doen. Ah, nu zie je die pijl best wel goed. Oh. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb echt het gevoel dat er zit de bumper kleven tot en met. En hier is naar links. Oh, nu staat hij weer aan 1. Heb ik dat gedaan? Ja. Ja maar. Ik word een beetje gek van die ja, overval, daar gaan we natuurlijk niet heen. We have a robbery in Richmond Glen. Roger, we're heading over. What the fuck doe jij? Die
Volvo's buggen een beetje. Ja, dat had ik nog bij een auto. Echt vorig jaar was dat dus, toen ik ook die sneeuwmotor in had. Toen ging er toch een auto een partijtje over de kop en zo en spinnen en... Ik weet niet wat het was, maar ik laat hem voordat hij mijn hele game laat crashen. Wat dus echt al 50 keer is gebeurd van... Ah, hier staat ook een heel mooie motor midden op straat. Nou. Mevrouw, dames, is die motor van jullie? Ik zet hem in ieder geval toch maar gewoon bij jullie op de oprit, want de sleutel zit er vast wel in. Kijk eens. Met een stuur, hè, op die motor. Kijk eens wat een gekkigheid. Laat hem hier alsjeblieft goed staan voordat hij weer naar achter glijdt ofzo. Joejoe. Ja, daar gaan we natuurlijk ook niet naartoe. En die Volvo zit steeds achter me aan. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ik kom hier niet meer uit geloof ik, ik rijd nu gewoon terug. Hier reed ik dus geloof ik echt net. Oké, agenten hebben Rijkswaterstaat gevraagd, bij een ernstig ongeval zou het dodelijk zijn. Dus we gaan een kijkje nemen of we daar een veilige wegafzetting samen met de politie kunnen creëren. Dat is onze taak. Prio 1 dus. Links en rechts vrij. Links af. Links vrij, rechts vrij. Rechts af. En dan pakken we hier de snelweg en dan zijn we weer op ons vertrouwd gebied en dan moeten we de tweede pakken. Is er nu nog alsmaar rechtdoor en dan komen als het goed is bij de plaats van het ongeval. En dan wederom, hè, zoals ik altijd zeg, ik zie het ongeval al, ga ik gewoon politietaken uitvoeren. Of zoals ik altijd zeg, zoals ik eerder al heb gezegd in deze video. Oeh, wacht even, wacht even. We moeten, hoe heet dat, lussen of zoiets? Ik weet niet precies hoe het heet. Maar hier eraf, zodat je veilig kunt draaien. En dan gaan we hier naar links. En dan gooi je hem hier weer links de snelweg op. En dan kom je bij het ongeval uit. Dat scheelt ook heel weinig. Ik geloof dat de politie Audi ook nog ergens mee rijdt. Nou, nu zie je de pijl heel goed. Oh, oh wacht, hij zit in de verkeerde... Goed, blauw staat aan, pijl staat naar rechts. Ik hoop dat het eigenlijk goed zichtbaar is vanaf hier. Ja, best wel. Wij gaan het horen. We beginnen gewoon hier bij de agenda en dan gaan we zomaar het rijtje af, denk ik. Goedendag, ik heb de wegafzetting gezien. Hallo agent, kun je me vertellen wat hier is gebeurd? Hoi, nou ik kreeg een melding van een dodelijk ongeval. Ik kwam hier zo snel als ik kon. Ik probeerde informatie te verzamelen bij de brandweermannen en de ambulancebroeders. Maar ik heb geen definitief antwoord eigenlijk. Dat is vervelend. Ik zal eens met ze praten. Weet je iets van de verdachten en de slachtoffers? Nee, niet echt.
Nou, alleen dat ze een enorme shock zijn en pijn. Maar je kunt praten met de... hoe heet die mensen ook weer? Wauw. De witnesses. Iedereen zit nu keihard erop achter zijn computer. De getuigen, wauw. Die stonden ergens bij de brandweerauto. Nou, bedankt voor dat. Ik denk dat ik start met de brandweerman. En dan ga ik vanuit daar mijn weg verder omhoog werken, zeg maar. Nou, dat is waarschijnlijk het beste wat je kunt doen inderdaad. Goed, dan ga ik nu met de brandweerman praten. Het verkeer rijdt nog steeds hard door, hoor. Goedendag. Hoe gaat de maat? Hallo, agent. Ja, oké. Nou, de ambulance medewerker was eerst te plaatsen. Maar kan je nog steeds wat informatie geven als je wilt? Ja, als dat kan, heel graag. Nou, eigenlijk is de verdachte was aan het heel hard aan het rijden, speeding. Ze waren in ieder geval 180 aan het doen. Als dat, ik hoop dat het kilometer per uur is. Ze zijn toen in het slachtoffer gecrashed en dan is de slachtoffer in de anders gecrashed. Nou, iets met so we have two victims, dus we hebben twee slachtoffers geloof ik. Kun je me precies vertellen waar de slachtoffers zijn en waar de verdachten zijn? Ja, dus het eerste slachtoffer is naast de ambu. Het andere slachtoffer is naast mij. En het slachtoffer of de verdachte is aan het praten met de agent daarachter. En het getuige staat geloof ik hier zo. Oké, ik ga nu even met de ambulance mee naar welke praten als het goed is. Er stond 180. En als het miles per hour is, dan moet dat echt super hard zijn geweest. Kilometer per uur is al hard. Speak to the medic, dan gaan we nu met hem praten. Goedendag, hoi. Ik heb net met de brandweerman gepraat en vertelde dat jij me kon vertellen wat hier precies gebeurde. Is dat correct? Nou ja, ja, in principe wel. Ik reed hier trouwens toevallig toen ik het zag gebeuren. Oké, ga door. Ik zag dat de verdachte echt heel hard langs over de snelweg reed. Hij zei me dat hij 180 ging toen we hier kwamen. Hij crashte in de eerste in het eerste slachtoffer en dan they ended up in een weet ik veel wat. Oké, dat is eigenlijk wat de brandweerman me ook zei. Nou, ik bedoel, dan is er niet heel veel meer te vertellen dan. Nee, oké, dat is oké, maar ik had gehoopt dat je wat meer informatie voor me had. Ja, snap ik wel. Weet je misschien met wie ik als eerste het beste kan praten? Ik stel voor de agent, is iedereen is veilig en zo. Dus praat met de agent en praat met het eerste slachtoffer. Oké, bedankt. Hoi, hoe gaat het agent? Oh, met wie praten? Ja. Ja, eigenlijk heel slecht. Verdachte hier ramde de eerste guy. Ah, ik ben te lang aan mijn leven. Probeer te vertalen. Ja, in ieder geval, wow, dat is best wel lullig wat hij heeft gedaan. Ja, vertel mij, wat wil je met hem doen? Nou, ik wil eigenlijk weten of jij meer weet dan de agent of dan de ambulance medewerker en de brandweerman. De enige wat ik weet is dat de verdachte in een hit and run was, dus die is er al eerder vandoor gaan met een ander adres. We hebben zijn ouders adres. Ja. Ja, nu crasht hij dat. Nam. Oké, iedereen is weg. Handig. Melding afgerond. Ja, het ging er een beetje om, dus ik heb het niet allemaal niet kunnen lezen. Je probeert dan te vertalen en je moet toch altijd even nadenken bij vertaling. En mijn auto zit op slot. Potverdomme. Maar een beetje de conclusie was wel dat of iemand is er vandoor gereden. Dus een hit and run. Ik probeer even het raam kapot te trappen. U weet dat ik dan... of hij stond hier gewoon, maar hij was sowieso bij een eerdere hit and run. Dus hit and run betekent aanrijden, wegrijden. Betrokken geweest. Maar... Ja. Ik geloof dat een van ons naar dat adres moest ofzo. Ik geloof dat ik tegen hem zei, ga jij er maar straks heen.
In ieder geval, wij gaan de snelweg weer vrijgeven. We gaan nog even een meldingje pakken of zo. Dat is wel weer goed geweest. Even kijken, load. En dan rijden we weer op onze vertrouwde snelweg. En dan gaan wij zien wat we nog als laatste melding gaan treffen. We've got a serious MVA. Serious MVA, daar kunnen we denk ik wel wat mee. Dat gaat. 3-2, nou oké. Okay. Moet ik hier ergens de snelweg af denk ik? Ik ga hier gewoon de snelweg af. We zijn dus onder een prio 2 opgeroepen. Dat is de verkeerde. En daarbij gebruik ik gewoon mijn vrijstelling. Want Rijkswaterstaat heeft die ook. En dan haal ik het niet rechts in, maar we moeten hier de afslag nemen. Dus mijn game vindt deze melding niet echt leuk, geloof ik. Helemaal niet zelfs. Ik ga hem even snel inhalen. En dan snijden we zo op. Nee, met oranje heb je geen voorrang hoor, maar ik laat het gewoon lekker aan staan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Het rijdt gelukkig lekker door tot nu toe. Alles gaat op groen voor me, alsof het toeval is. Daarachter zie ik al allemaal popo's. Ik hoor een trein. Ik moet snel zijn. Politieauto's en zo. Ja, nu ga ik dus wel even er zo langs. Hè. Rechts is vrij. We hebben groen. Hey, een Audi. Hup. Hup, we hebben onze wapens toch nog vast. Goed. Oranje staat aan, pijl staat naar links, verkeer moet dus hier gaan rijden waar hun nu rijden, is heel goed. Ik ga gewoon weer even aanhoren wat het verhaal is. Goeiedag, hoi, wat is het probleem allemaal? Oké, bla bla bla, iemand, in ieder geval het slachtoffer werd gepit door die gast die daar staat. Ik ken het verhaal inmiddels wel, dus ik ga dat lekker samenvatten. Nou, deze gozer die was gewoon lekker onderweg naar zijn vrienden. En opeens boom en opeens werd hij geramd en gepit en hij bleef maar doorrijden en hij was heel gemeen ofzo. En ja, zoals je ziet, goeiedag. Ja, kan ik met u over het ongeval praten? Nee, ja, klootzak, dit dat, oké. Okay. Politie, hou maar aan. Ik ga hier lekker de wagens weg laten slepen. Ik zie verder geen schade aan de weg, aan de palen. Dus dat is allemaal goed. Betekent ja, tot bij deze ook de weg kan worden vrijgegeven. En dat hebben we dan. Oh, heb jij mijn pijl niet gezien? Ja? Heb je mijn pijl niet gezien? Ja, even weg hier. Kom. Zie. Ja, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vond je een leuke video? Laat zeker weten in de reacties. En wil je tot ik vaker met Rijkswaterstaat ga? Oh. Oh. Kijk die fietser. Hij zit achter die fietser aan. Rij maar. Nou, dat lukt hem toch niet. Ja, dan laat zeker even weten in de reacties. En wie weet zien jullie het dan wel gewoon vaker. Ik zou zeggen tot over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En verder niks toe te voegen. Tot dan. Joejoe.